Wij gaan jullie vandaag wat vertellen over logic apps en in combinatie met managed identities. Naar aanleiding van allerlei avonturen die Jasper en ik meegemaakt hebben bij een gezamenlijke klant van ons, Arend Dalhezen. Hele korte introductie. Mijn naam is dus Koos Goossens. De meeste van jullie kennen mij al. 4 jaar bijna bij Wortel inmiddels. In mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met een beetje barbecue en mountainbiken. Ik ben nog een beetje met flipperkasten in de weer. In de vorige sessie ook al. Ik heb er nu helaas geen meer thuis staan. Maar dat is wel altijd wel dikke pret. En ik hou me heel veel met... ik werk voor de security divisie van Wortel. En ik hou me heel veel bezig met Microsoft Sentinel. En dat heeft ook weer een klein haakje naar de inhoud van onze sessie van vandaag. Dankjewel. Hey, Jasper Runaert, Belg. Ik zit in het klaarteam, het infra-team. Ik werk samen met Koos op Grond Central, waar ik zelf niet super veel ervaring mee had. Maar dankzij Koos heb ik veel kunnen leren. Ik ben in mijn vrije tijd horlogemaker. Ik speel graag drums. Ik ben een amateur mycoloog en ben getrouwd en heb 2 kindjes. Dus ik moet ook zeggen, dankjewel Koos voor alle informatie en alle Central kennis die je altijd aan mij al gegeven hebt. Koos en ik delen de passie voor mechanische horloges. Het is ook een beetje de rode draad van onze setup hier. Is van, je kijkt wel naar een horloge, je ziet de tijd, dat is allemaal niet zo complex. We kunnen allemaal de tijd lezen, maar als je een mechanisch horloge omdraait, ja, dan zie je echt pas de complexiteit. En dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Dat allemaal. Watch porn. Ja. maar dat is een beetje onze rode draad. Van de horloges, het ziet er wel gemakkelijk uit. Maar uiteindelijk is er toch nog veel dat we moeten leren kennen. Dus onze agenda is, the challenge at hand. Wat zijn de problemen die we overal tegenkomen? Hoe complex zijn die problemen? Hoe gaan we dat proberen oplossen met managed identities? Dus onze logic apps. Ik zou eens vragen, wie heeft al gewerkt met logic apps? Super, heel veel mensen. Echt leuk. Dan weten jullie ook wel dat er heel wat problemen met logic apps meekomen. We gaan die proberen oplossen met managed identities. Dan gaan we ook een beetje praten over de problemen die we echt tegenkomen als we bij klanten zijn. Dan gaan we ook kijken van, hoe kunnen we deze low-code development proberen vormen in code. En uiteindelijk kunnen we eventueel een Q&A doen of misschien een pintje drinken, want het is de laatste sessie. Heel goed te zijn. Dit is een beetje wat we bedoelen met de complexiteit van hoe we logic apps gaan designen, hoe we ze gaan beveiligen. Dus logic apps, wat zijn logic apps? Ja, het is een cloud platform om automated workflows te creëren. Het is heel erg gemakkelijk om hier aan de slag te gaan, want er is eigenlijk geen code die je moet leren. Het is een visual designer. Er zitten heel veel connectors al in logic apps ingebouwd, dus je kan heel veel verschillende diensten aanspreken van Microsoft of zelfs buiten Microsoft. Dus dat is echt gemakkelijk dat je niet allemaal specifieke API's moet beginnen aanspreken. Die connectors hebben al de API's ingebouwd. Je kan er ook voor kiezen, heb je huge workloads, heb je heel veel bandbreedte nodig. Dan draaien we dat op dedicated hardware, onze VM's zoals dat we kennen, onze app services. Of je kan ze ook consumption-based draaien. Mijn ervaring is dat vooral tegenkomt consumption-based. En dat is dan elke keer als je een logic app runt. Dan betaal je gewoon voor die run. En voor ons dan, bij Ahold, is logic apps, of wat ze in Sentinel noemen, playbooks, onze main driver voor automation. Logic apps, zoals ik daarnet zeg, je kan ze met zo goed als alles verbinden. Alle grote players maken er ook connectors voor. Dat maakt hen erg chatty. Ze willen overal mee praten. Ze willen overal naartoe. Dat is heel erg gevaarlijk natuurlijk, dus we moeten die beveiligen. Zoveel als we kunnen moeten we die beveiligen. Zowel de logic app kant moeten we beveiligen, als de diensten die we aanspreken, de API's die we aanspreken, moeten we ook beveiligen. Hoe gaan we dat doen? We gaan onze logic app een bepaalde identiteit moeten geven.
Nu doen we dat vooral met app registrations. Maar app registrations brengt heel wat dingen problemen met zich mee. We gaan eerst een beetje uitgaan wat, kijken wat zijn app registrations. Een app registration, als je dat aanmaakt, dat maakt een service principle een object aan in Azure AD. Een object waarmee je kan identificeren. Dus we hebben een service principle waarmee dat we ons kunnen identificeren. Het is eigenlijk een vervanging voor een user account die je zou aanmaken in AD, een fake user account. Je kan er bepaalde rollen aan toewijzen, kan er bepaalde permissies aangeven in alle API's van Azure. En je kan het een klein beetje vergelijken met een service account on-premise die we allemaal wel al gebruikt hebben. Maar app registrations brengen dezelfde problematiek met zich mee dat we hebben met service accounts on-premise. Oh, weer een klikker kwijt. Sorry, dat is mijn kant. We zitten wel echt wel met wat problemen met app registrations. Oh. Hey. Ja, je highlight hier nu ook dat ding, maar goed, kijk, heeft hij wel iets? Nee. Ja. Dus we hebben echt al wat problemen met service accounts en eventueel andere authenticatiemechanismen, zoals bijvoorbeeld ons inloggen met een user account. Heel erg gevaarlijk uiteraard om een dienst te laten draaien met een live user account. Die moet echt, nee, ja, dat doet het niet. Nou, maar ik zie hem nu ook inderdaad elke keer springen hier naar de Zoom-corner is op de... Waar is de... Sorry, dan fix ik meteen nog even iets anders, want ineens realiseerde ik me dat ik inderdaad wel de opname heb aangezet, maar niet het scherm aan het sharen ben, dus dat gaat helemaal lekker. En dan moet ik ook nog het juiste scherm, dan zal in ieder geval meteen, nou kom op, share screen. Nu staat er ook een rode rand omheen. Ja, ik denk dat de klikker het namelijk alweer zal doen. Ja, oké, super. Dus zoals ik zei, ja, we moeten dus met die logic apps, met die connections kunnen authenticeren. Heel belangrijk dat we dat kunnen beveiligen. Met die app registrations komt heel veel problemen met zich mee. Een van die problemen is natuurlijk de identity lifecycle van de app registration. Je maakt die aan, manueel, die bestaat. De applicatie gaat weg. Die app registration blijft bestaan. Dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk, want die kan nog altijd gebruikt worden. Er is geen automatisch systeem om die app registration te verwijderen. Dan, zoals als je een user account zou gebruiken om te authenticeren, heb je een paswoord. Dat paswoord vervalt, die gebruiker gaat weg. De identity blijft bestaan, die lifecycle wordt niet goed beëindigd. Een groot probleem. Dus de identity lifecycle is een issue. App registrations verder hebben ook keys om te authenticeren. Dus je hebt bepaalde sleutels die je moet bijhouden. Die keys mogen natuurlijk niet permanent gebruikt worden. Dat zou erg gevaarlijk zijn. Dus we hebben een systeem nodig om die keys te kunnen rotaten. Onze ervaring daarmee is dat dat complex is. Koos heeft daar een prachtige oplossing bij gemaakt. Check is blauw. Maar dus dat is een groot probleem. Vaak wordt dat niet gedaan. Plots achter 2 jaar, bam, de key is niet meer geldig. En begin maar dan is het zoeken. Consultants moeten weer opgebouwd worden. De applicatie werkt niet. Dat zorgt natuurlijk voor erg veel overhead, erg veel ballast. We hebben een alternatief nodig voor al deze problemen. Dus ik denk dat het aan jou is een ja. Alternatief. Dankjewel. En we zien ook vaak klanten dan zo'n app registration gewoon maar een secret geven, wat gewoon lekker unlimited kelder is of 5 jaar of wat hier. Ja, dat werkt die mensen lekker. Maar dat, daar willen we een oplossing voor verzinnen. Ja, zijn identities dan wellicht de oplossing daarvoor? We vonden de vergelijking hier wel mooi, een robuuste oplossing. Iets wat gewoon altijd op tijd werkt, wat tegen een stootje kan. En niet dat complexe mechanische horloge wat we aan het begin zagen. Zijn managed identities dat? Nou, eerst even kort beginnen. Wat zijn managed identities? Wellicht bekend bij de mensen hier in de zaal. Maar bij heel veel Azure resources die tegenwoordig met managed identities overweg kunnen. Dit is een selectie daarvan. Er zijn er nog veel meer.
Het is belangrijk om te weten dat er twee verschillende soorten managed identities zijn. De ene is een system assigned managed identity, die heeft een een-op-een relatie met de Azure resource. En de andere is een user assigned managed identity. Dat is een identity die zelf deployt en die handmatig koppelt aan de resource. Waar zit het verschil? Die system assigned managed identity, omdat hij die een-op-een relatie heeft met die resource, als die resource stopt met bestaan, is ook de identity weg. Bij user-assigned managed identity heb je weer zelf de verantwoordelijkheid om het even op te ruimen en te managen. Maar in sommige situaties kan het toch handig zijn om voor de laatste te kiezen. Nou, hoe gebruik je dat? Ik ga niet voor al die resources erop in. We focussen vandaag even op logic apps, playbooks voor Azure Sentinel in het bijzonder. En dan zie je dat je in de... even kijken, kan ik zo naar dit scherm? Ja. Dat je in de logic app interface onder de blade identity zie je twee tapjes. System assigned en user assigned. Nou, system assigned is gewoon zo simpel als de knop op aanzetten. Je ziet dat er ook een object ID verschijnt. En in Azure AD verschijnt er een enterprise application met de naam van je logic app. En dat is dan vervolgens een identity die je ook permissies kan geven. Zullen we zo meteen ook zien. En daar zit als het ware geen wachtwoord of een secret of zo op wat je hoeft te managen. Dat wordt op platform geregeld. Ruim die logic app op, stopt die resource met bestaan. Of met die identity stopt met bestaan. Nou, de user assigned managed identity werkt iets anders. Dan ga je ervan uit dat je zelf al een managed identity hebt gedeployed in je Azure omgeving. Die moet je dan toevoegen aan de user assigned managed identity binnen de logic app. En op dat moment zal die logic app die identity kunnen gebruiken. Nou, heel kort even laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Nogmaals, hier die logic app als voorbeeld. We gaan even naar de identity blade en we enabelen een system assigned managed identity. Eigenlijk een waarschuwing, maar let op, dan wordt er een account aangemaakt. Jasper gaat aan het einde van de sessie laten zien hoe je dit allemaal vanuit code zou kunnen doen. Maar voor nu voor de demo heel even vanuit de UI. Hier kun je meteen de Azure Role Assignments op de identity zelf toepassen. Maar voor de demo ben ik eventjes gewoon naar een traditioneel access control scherm gegaan. Om te laten zien dat ik bijvoorbeeld een blob data reader, stel dat ik iets met een blob storage wil doen, dat ik die rol kan koppelen. Je moet kiezen dan niet voor om een traditionele user of group of service principle te toe te voegen, maar managed identity. Die worden ook netjes gesorteerd in de categorieën van de resources die je hebt waar managed identities op aanstaan momenteel in je omgeving. Nou, ik zoek die logic app er even bij in deze demo omgeving, waren het blijkbaar nogal wat. En vervolgens kan ik op deze manier die permissies zetten op een resource groep bijvoorbeeld. In dit geval waar een storage account in zit. En dan kan ik daarna daar gebruik van maken in mijn workflow. Goed, lost dit de problemen op die Jasper net schetste? Ja, wij denken van wel, want het is geen interactieve user meer. We zien dat ook vaak bij klanten gebeuren. Ze klikken die workflow bij elkaar. Ze drukken gewoon op sign in of authorize en ze hebben gewoon hun eigen token eraan gekoppeld zitten voor de rest van hun leven, of de rest van het bestaan van hun account. Dat probleem hebben we niet meer. We hebben geen keys en secrets die we hoeven te managen, geen lifecycle management. Met andere woorden, we hebben eigenlijk een heleboel management overhead hebben we niet meer. Dus wat ons betreft is dit een beter alternatief. Maar helaas, zoals bij zoveel situaties, iets kan aan de buitenkant heel makkelijk lijken. Van kom, we gaan managed identities gebruiken. En dan haal je het uit elkaar. Net als hier, het lijkt een simpel uurwerk, maar je maakt het open en er blijkt een nieuwe laag van complexiteit onder te zitten. En dat zijn helaas de praktijksituaties waar wij ook tegenaan liepen. En daar wil ik jullie eventjes in meenemen, een aantal van die voorbeelden. Bijvoorbeeld de Sentinel connector in Logic App. Elke Sentinel playbook heeft die één. Aan het begin een incident trigger, een alert trigger of een entity trigger. Ja, die kunnen we inderdaad met de managed identity koppelen. Dus dat gaat allemaal wel prima. En zo'n blob storage hebben we net ook gezien. Daar kunnen we recht aan geven. Hier kunnen we inderdaad ook een managed identity authenticatiestap gebruiken. We gebruiken ook HTTP stappen. Bijvoorbeeld met API calls, data extern op te halen in onze central automation. Ook daar kunnen we managed identities gebruiken. We gebruiken heel vaak de query workspace functie van Azure Monitor. Dan kunnen we daar ook. Oh, dat kunnen we dus helaas niet. Dit was al meteen een van onze eerste struikelblokken. Van hey, die ondersteunt geen managed identities. En dat klopt. Dat kom je helaas tegen bij een aantal andere connectoren ook. En ja, we willen wel graag die managed identity gebruiken. Dus hoe hebben we daar omheen gewerkt? Want we gebruiken dit wel vaak. Rechts zie je een voorbeeld waarbij een stukje
triage eigenlijk automatisch uitgevoerd wordt in Sentinel. Dus er wordt naar een groter tijdframe wordt er een query naar de workspace gestuurd. En op basis van die resultaten kunnen we bijvoorbeeld het incident verrijken of misschien zelfs automatisch sluiten. We gebruiken dit ook in combinatie met allerlei reporting doeleinden. Klanten die dan bijvoorbeeld die resultaten in een HTML-tabelletje bijvoorbeeld in een e-mail willen. Dat is iets wat we bij Apple in een aantal voorbeelden zien. Dus ja, we willen die stap wel graag kunnen gebruiken, maar we willen wel af van die service principle. Nou, toen zeiden we, laten we dan switchen naar een HTTP-stap. Want we kunnen natuurlijk gewoon de API van Log Analytics aanspreken. En dan doen we het op die manier. Dan maken we eigenlijk onze eigen Azure Monitor connector, als het ware. Nou, we weten de workspace ID, die komt mee met het incident. We krijgen zelfs eventueel een query mee uit het incident. Of we kunnen onze eigen query hierin plakken. En nou, helemaal prima. Maar vervolgens komen we bijvoorbeeld bij zo'n HTML-tabelstap aan. En die stap vereist een array met key-value pairs. Hoezo is dat dan een probleem? Nou, die API die komt met een nogal obscure response terug, vonden wij. Die definieert de table en eerst alle kolommen. En vervolgens krijgen we apart alle rows met alle values terug. En dit kan ik dus nu niet zomaar één op één in een HTML-stap stoppen in een logic app. Ik wil eigenlijk dit als resultaat terug hebben. Ik zie al iemand achter in de zaal een beetje lachen. Ja, dit is inderdaad waarom. In PowerShell hadden we dit heel makkelijk even anders opgelost. Daar hadden we het ook over. We hebben zelfs nog heel even een Azure Function gehad. Die voor ons deze vertaalslag deed. En het dan weer teruggaf aan de Logic App. Maar ja, dat is een hele lelijke oplossing. En hoe ga je dan met beveiliging om? En dat wilden we eigenlijk niet. En toen vond, wat zei je? Niks gaan we doen. Oké. Ja, we zijn niet allemaal developers dat we van scratch hebben. We zijn uiteindelijk ook een beetje noob developers dat we toch wel recht zijn aan die low-code oplossing. En ik heb vanuit Central er een andere oplossing om iets aan te activeren dan een logic app helaas. En toen kwam Jasper eigenlijk met een goede vondst. Van we kunnen dit met Liquid oplossen. En ja, ik kende het helemaal niet. Het is een techniek die gebruikt wordt vanuit Shopify is dat gekomen. Dus voor webshops te bouwen. En ik ga jullie even laten zien hoe we daarmee dit probleem wisten te omzeilen. En wat we nu veelvuldig in allerlei soorten logic apps gebruiken. Hier zie je de oude versie met die Run the Query and List Results stap. Daar halen we de additional data van het Sentinel incident de query uit. En die konden we op deze manier tegen de workspace aanhouden. Vervolgens maken we een HTML-tabel van. En bijvoorbeeld sturen we dat in een e-mailtje. En dit is wat ons betreft wel weer de kracht van een low-code oplossing. Want ik hoef verder helemaal niks te kunnen om een integratie met Office of met Exchange Online te maken. Om een e-mailtje te sturen. Het alternatief met de HTTP-stap zag er zo uit. Nou, net al even in de screenshot laten zien. Hè? Log Analytics, de query en dergelijke. Alleen hier zien we dus die nog eens zo'n voorbeeld waar je net ook een screenshot van zag. Van een resultaat waar we niks mee kunnen. We hebben nog even geprobeerd om dit in een logic app met allerlei loops en dergelijke. Maar dat werd alleen maar nog lelijker. Dit is uiteindelijk wat we willen. Wat we nodig hebben, zoals het ook uit de oude situatie terugkwam. Nou, hier zie je dus ook die Liquid stap tussen, transform JSON to JSON. En daar zie je een verwijzing naar een zogenaamde map. En die map, die Liquid map, die heb je gedefinieerd binnen een Azure Integration Account. Het Azure Integration Account kent bepaalde artifacts. Ik gebruik er maar eentje, die hebben we gedeployed. Hier zit een stukje code in waarmee we eigenlijk die vertaalslag doen. En dit is in Liquid blijkbaar. Dank aan Jasper en Microsoft Support om dit uiteindelijk werkend te krijgen. Maar hier zien we uiteindelijk dus dat hij dus de key value pair samenstelt als output. En als we dan gaan kijken in een succesvolle run in die Logic App. Oh sorry, de integration account zelf, die deploy je in Azure. Maar die moet je dan nog wel op een Logic App selecteren, want je kunt meerdere integration accounts hebben. Dus ook in onze code de deployments moesten we daar wat aanpassingen van maken. Maar vervolgens komt er uit die Liquid stap. Dus ik dacht dat daar nu mijn muis naartoe gaat. Ja, dankjewel. De inhoud zoals we hem niet wilden hebben.
En zometeen onderaan de output, zoals we hem wel hadden. Dus hiermee hadden we ons doel bereikt zonder complexe. Ja, het is misschien nog steeds, lijkt het misschien complex, maar nu dit draait, kunnen we dit op heel veel manieren toepassen. Dit is de juiste output. En dan kan de rest van de workflow gewoon doorgang vinden. Hebben we gewoon weer een nette HTML-tabel die bijvoorbeeld een e-mail gestuurd wordt of die andere stappen. Want HTML-tabellen voegen we ook soms toe aan incidenten, bijvoorbeeld in Sentinel weer als verrijking. Nou, voor die HTTP-stap, die gebruiken we nog wel voor meer manieren. En een voorbeeld is bijvoorbeeld, is er een om met Microsoft 365 Defender om te praten. Dit is waarbij we incidenten opvolgen uit Defender in Sentinel, waarbij we comments toevoegen, of vanuit Logic Apps of met de hand. Maar die willen we dan terugzinken naar Defender, want we hebben in een grote omgeving als Behavond te maken met heel verschillende teams. En de ene werkt alleen in die oplossing, de handsock werkt alleen in die oplossing en heel veel gescheiden verantwoordelijkheden. Dus het was nuttig om die comments te synken. Nou, ook hier, hier zie je de ene communiceert met security.microsoft.com. Aan de rechterkant een voorbeeld waarbij we incidenten ophalen uit Defender. Ook van een reporting doeleinden was dit. En dan gebruiken we de graph. Maar het zal je niet verbazen dat we daar ook tegen nieuwe beperkingen aanliepen. En dit is er eentje die zou je altijd hebben. Is niet met Logic App specifiek te maken. Maar die enterprise applications, die managed identities. Die kun je inderdaad API-permissies geven. Zoals je hier ziet voor de graph of web protection, Defender ATP. Maar het gekke is, als ik naar een app registration ga, kan ik gewoon die permissies toevoegen. Op een enterprise application heb ik hier nergens een knop om te zeggen, ik wil hier permissies aan toevoegen. Dus dat was de volgende uitdaging die we hadden op HTTP-stappen die met API's praten. Nou, daar hebben we een oplossing voor in de vorm van een PowerShell-script. De enterprise application zoeken we er even bij, die we net aangemaakt hebben in de vorige demo. En dan zullen we zien dat als we nu naar de permissies gaan kijken, dat die geen API-permissies heeft. En je ziet hier ook geen knop om het toe te voegen. Nou, gelukkig is er wel een PowerShell-command om dat te doen. Ik gebruik even de Cloud Shell. Hier zie je een lijstje, in dit geval met één naam van een enterprise application van de Logic App. En hier zie je een overzichtje met een aantal permissies die ik graag zou willen hebben. Zowel voor de Graph, voor Defender, voor Threat Intel. De namen van die permissies, dat is bij jullie wellicht allemaal wel bekend, die kun je in de portal wel terugvinden. Ja, ik spreek dan altijd even in de App Registration UI. Daar kan ik wel op Add klikken. En dan kan ik namelijk gewoon even lekker browsen om te zien wat er allemaal voor API-permissies zijn. Ik zie al wat de knikkende bevestiging, dat is herkenbaar blijkbaar. En daar kan ik bijvoorbeeld een directory read all of een run advanced hunting query permissie bijvoorbeeld toevoegen. Dus die kan ik hier dan terugvinden. Ja, de directory read all, write restricted of read write all, etc. Nou goed, dat is wellicht bekend. Een ander dingetje wat ik in het script opgeef zijn de ID's van de API's. Want bijvoorbeeld Defender ATP gebruikt weer een andere ID dan bijvoorbeeld de Graph API. Nou, hier laat ik bijvoorbeeld even zien de Advanced Query, Read All of de Incidents of Alerts bijvoorbeeld uit te lezen. Al die permissies kun je deze manier terugvinden. Die vat je samen in een scriptje. Aan het einde van de sessie hebben we trouwens een GitHub linkje. Kun je het scriptje er ook uithalen en ook andere dingen die we vandaag laten zien. Hier vind je die ID's terug van die API's. En dan vervolgens is het eigenlijk een heel simpel PowerShell scriptje die met een for each loop door alle managed identities gaat. En dan in dit geval door de drie soorten API typen heen loopt om op die manier die de permissies te zetten. Dit is wel ook meteen de reden waarom je soms een user assigned managed identity wil gebruiken. Want wij merken dat als je in een infrastructure as code omgeving zoals de AVOD, alles is in productie vanuit code, dan kun je het ook niet wijzigen in de portal. Dat betekent dat als je dus toch regelmatig dingen redeployt en je elke keer die managed identity weggooit, dat je dus eigenlijk elke keer die permissies op die moet zetten. Dan moet ik een infra-as code tool gebruiken, zoals Bloomie. Dat is gewoon allemaal. Oké, want? Ja, dan doe je ook je hele graf-spul die je nu weer in een apart PowerShell script kan doen. Oké, maar dat kan ik natuurlijk in DevOps op zich ook wel doen, of in GitHub Action, maar ik heb natuurlijk admin consent nodig. Dus dan run je dus Bloomie wel met een global admin. Nee. Oké. Dat is eigenlijk echt het probleem, inderdaad. Ja. Die admin consent elke keer opnieuw moeten aanvragen.
Ja, dus we hebben ervoor gekozen om bij een aantal specifieke doeleinden, waarbij we dus bijvoorbeeld inderdaad de dingen bij Defender ophalen voor reporting doeleinden. Er zijn een handvol aan reports die gegenereerd worden. Daar hebben we één user assigned managed identity nu voor aangemaakt. Die hebben één keer die permissies. Op de avond moet je natuurlijk ook door 36 brandende hoepels springen. Wil je überhaupt zeg maar iemand hebben die dat dan uiteindelijk gaat uitvoeren en goedkeurt. Dus als je dat hebt, wil je het vasthouden. Dus hebben we het op die manier opgelost, niet de system assignments in het gebruik. Maar ik ben wel benieuwd, laten we straks bij het pintje nog even over verder praten. Pintje. Goed. Ja. Natuurlijk de ironie van no-code of no-code, whatever, development is, dat je het wel wil borgen in code. Want je wilt het niet elke keer dat de portal your only source of truth is. Je wilt hebben dat natuurlijk dat vanuit een DevOps omgeving kan deployen. Dus ja, vandaar de Nixitubes, een beetje de combinatie van het analoge horloge met het moderne DevOps Super G-Shock Managed Identity. En dan hebben we een beetje een tussenstap. Dus ja, oké, we moeten uiteindelijk de code uit de low-code development halen. Dus we willen zo'n scenario deployen via infrastructure as a code. We gaan dat niet doen met complexe scenario's dat Koos net heeft uitgelegd. We gaan dat eigenlijk met een heel simpel scenario doen. En dat is, we hebben een Sentinel-omgeving, daar komt een incident binnen. Er is dus iets security fout gebeurd. Via een automation rule gaan we een playbook, een logic app runnen. En in die logic app gaan we eigenlijk gewoon de titel uit dat incident halen en weergeven. Het is een vrij simpele workflow. We hebben daar een paar dingen voor nodig natuurlijk. Het eerste ding dat we nodig hebben is een connectie naar Sentinel, naar de Sentinel API, die een managed identity heeft en die natuurlijk de permissies heeft om Sentinel aan te spreken om de incidenten uit te lezen. We hebben een logic app nodig, waar we natuurlijk de hele workflow gaan insteken. Die logic app heeft dan een system assigned managed identity. Dan hebben we Sentinel nodig. Sentinel draait op een log in de workspace. Dat moet natuurlijk niemand uitleggen hier. En dan in Sentinel hebben we een automation rule nodig. Dat is eigenlijk gewoon een regel die kijkt als er aan bepaalde condities voldaan worden, gaat die een logic app triggeren. En Sentinel noemt dat een playbook. We beginnen met onze parameter file, gewoon even tonen van oké, we hebben verschillende resources, we willen die natuurlijk niet allemaal in de files zelf aanpassen, dus we de meeste gegevens proberen we in onze parameter files te steken. En dan hebben we onze eerste resource. Zo ziet een connection eruit in Azure zelf. En dan kan je onmiddellijk zien, de connector name is Azure Sentinel, dus die API wordt aangesproken. We hebben een display name en je ziet de authenticatie is managed identity. Ik prefereer om die code te borgen in Bicep, niet meer ARM. Ik vind dat echt onleesbaar, sowieso een klein beetje the future. En we rollen dus onze connection uit, dat is van een type connectie. Hier gebruiken we enkele parameter values. En dan kan je hier zien dat de Azure Sentinel API van deze subscription wordt aangesproken. En heel belangrijk is dat de parameter value type alternative is, wat eigenlijk staat voor managed identity. Logisch. Logisch, ja. Because Microsoft. Moet je weten. Dit is de logic app. Heel simpel, twee stappen. Dus als er vanuit de automation rule de logic app wordt getriggerd, dan zien we hier dat we dus een connector hebben. Dat is de connection die we net hebben aangemaakt. Daaruit gaan we dan het incident halen en dat tonen we gewoon in variabelen. Weer hetzelfde. We hebben hier de resource die gedeployed wordt, maar één ding extra. We hebben nu in de portal eigenlijk onze workflow gemaakt, onze logic app gemaakt, want we gaan die niet schrijven. Dat is zo goed als impossible om een logic app manueel in code te maken. Dus we hebben die in elkaar geklikt. We halen gewoon de JSON code eruit. We copy-pasten die in een definition file. En dan gaan we onze logic app via een resource deployen. Je ziet dat we hier een system assigned managed identity definiëren. En de definitie van de logic app, dus hoe de effectieve logic app eruit ziet, wordt gewoon ingeladen via deze JSON. En dan hebben we nog onze connection, dus de Azure Sentinel API connection, wordt hier nog ook eens gedefinieerd.
En dit is eigenlijk hoe de workflow, de Logic App er zelf uitziet. Dat is van weinig belang, want je gaat het toch visueel maken bij copy-paste. Maar die is dus ingedeeld in een connection. Je hebt enkele triggers en je hebt wat actions. Zo ziet elke Logic App eruit in code. En we vechten daar ook wel eens mee, zoals iedereen denkt. Want sommige complexe Logic Apps moet je toch dingen in de code aanpassen. En die volgorde van die steps, die komt niet overeen in de code. En, maar goed, uiteindelijk zien we vaak dat er klanten zoals dit een non-prod of een dev-omgeving hebben. Daar wordt het conceptueel uitgewerkt. En uiteindelijk wordt die code gewoon opgevraagd in onze Git repository en voor productie. Deployment werkt dat vervolgens prima. Ja, we noemen die ook al de nuclear power plant. Want als je op de verkeerde knop drukt in de Logic App, ontploft er weer een van. Ja, we hebben wel wat complexe aftakkingen en complexe workflows gemaakt. Ja, ik kreeg al op, 1000, 2000, 3000 lijn code voor een Logic App dat je gewoon op je A4 plaatje kan afprinten. Oké, dan hebben we een Workspace en Sentinel nodig. Uiteraard hebben we die nodig. Ja, het is maar een fotootje natuurlijk van de Sentinel-omgeving. Je zou denken dat ze een heel grote deployment in code, maar nee. Gewoon de Workspace, je kiest je pricing tier, je purge time. En dan activeer je Sentinel. Hier had ik gewoon nog security insights voor de naam. Heel belangrijk, depends on the Workspace, zodat je niet je Sentinel vroeger activeert dan je Workspace is uitgerold. Dus een stuk korter dan de ARM-versie. Ja, de ARM-versie is inderdaad een stukje langer. En dan hebben we onze automation rule. Een heel simpele automation rule. De conditions zijn all, dus all incidents die binnenkomen in Sentinel, triggeren onze Logic App. Dit is dus een type automation rule resource die we deployen. En zoals je ziet heb je hier de trigger logic, dus alle incidenten die binnenkomen, gaan één specifieke actie doen. En die actie is, zoals je ziet, wordt al ready in de Logic App. Je kan ook heel gemakkelijk uit de Bicep zo environment variables halen. Resource group, subscription ID, je hoeft dan niet ergens te hardcoden. En wat hebben we dan? Dus wat gebeurt er? In Sentinel komt een incident binnen. Onze automation rule gaat de playbook triggeren. Dan komen we in onze playbook terecht. Je ziet hier Microsoft Sentinel Incident. Krijgt alle data mee, omdat onze connector, onze managed identity, toegang heeft om die incidents te lezen. En dan, just very easy. Hello, it's me, Sentinel. Voilà, onze workflow is helemaal rond. Je kan deze code op mijn GitHub halen, ook de PowerShell van Koos kan je daar krijgen. Dus je kan daar eens in spelen, je kan het zelf eens deployen. We hebben zelfs een deployed knopje gemaakt. Kun je klikken en dan wordt het in ieder geval gedeployed. Ja. Dus dan kijken. En dan, Koos, jouw blog voor high quality MVP content. En ASCII porn. Ja, inderdaad. Voor mensen die het leuk vinden om dingen over Sentinel en randzaken te lezen. Ik publiceer hier af en toe op Medium. En nou, de rest ons alleen nog onze sponsoren te bedanken voor vandaag. Omdat natuurlijk zonder hen was deze dag niet mogelijk. Hadden de wortelgebroeders België en Nederland elkaar in leven en lijven. Build those bridges. Ja, precies. Goed, zijn er nog vragen?